Voorkennisopgave 5i is hetzelfde als opgave 50 van hoofdstuk 8. Opgave 50a. Gegeven een cirkel, vierhoek ABCD en heel specifiek middelpunt M binnen de rechthoek. En ik moet nu bewijzen dat hoek A en hoek C samen 180 graden zijn en hoek B en hoek D 180 graden. Dus overstaande hoeken zijn samen 180 graden. Het bewijs begint met het tekenen van AM, MB, MC en MD, die allemaal natuurlijk even lang zijn, omdat het de stralen zijn van de cirkel. Ik nummer ook de hoeken, A1 en 2, B1 en 2, C1 en 2, D1 en 2. Oké, in driehoek ABM zijn de basishoeken gelijk, dus hoek A2 is gelijk aan hoek B1, want het is een gelijkbenige driehoek. In driehoek BCM is hoek C1 gelijk aan hoek B2, natuurlijk met dezelfde reden als daarboven. In driehoek CDM, ik denk dat je het al verwacht, is hoek C2 gelijk aan hoek D1, want het is een gelijkbenige driehoek. In driehoek ADM is hoek A1 gelijk aan hoek D2, want het is een gelijkbenige driehoek. Als ik al deze vergelijkingen bij elkaar optel, dan krijg ik hoek A1 plus hoek A2 plus hoek C1 plus hoek C2 plus hoek B1 plus hoek B2 plus hoek D1 plus hoek D2. Dit kan ik korter schrijven, want hoek A1 en hoek A2 is natuurlijk samen hoek A. Hoek C1 en C2 samen hoek C enzovoort. En dan krijg ik hoek A plus hoek C is hoek B plus hoek D. Ik weet dat hoek A plus hoek B plus hoek C plus hoek D samen 360 graden is. Hoekensom van een vierhoek. En hieruit volgt natuurlijk dat hoek A plus hoek C 180 graden moet zijn. En ook hoek B plus hoek D moet 180 graden zijn. Want die twee stukken zijn gelijk. Dus ik moet 360 graden in twee stukken verdelen. En dan wordt elk stuk 180 graden. Opgave 50b. Gegeven een cirkel. Hier met vierhoek ABCD op de cirkel. Nu M buiten de vierhoek. En ik moet weer bewijzen dat de overstaande zijhoeken, hoek A en hoek C, samen 180 graden zijn en hoek B en hoek D samen 180 graden. Net als bij 50a teken weer de lijnstukken MB, MC, MD en MA. Deze lijnen zijn natuurlijk weer allemaal even lang. Ook gaan we de hoeken weer nummeren. Hoek 1 en hoek 2. B1, B2, C1, C2 en D1. D2. Oké. Bewijs. In driehoek ADM is hoek A1-2 gelijk aan hoek D2. Gelijkbenige driehoek. In driehoek CDM is hoek C2 gelijk aan hoek D1. Weer met als reden gelijkbenige driehoek. In driehoek BCM is hoek C1 gelijk aan hoek B1-2. Gelijkbenige driehoek. En in driehoek ABM is hoek A2 gelijk aan hoek B1. Gelijkbenige driehoek. Het gaat om de hoeken van de vierhoek. Dan zie je dat hoek A2 en hoek B1 eigenlijk niet bij die vierhoek horen. Dus de truc die ik in de vorige som deed, met dit zomaar bij elkaar optellen, dat werkt hier niet. Ik ga wel wat bij elkaar optellen, maar niet alles. Want hoek A1-2 is eigenlijk te veel. Daar wil ik eigenlijk hoek A2 vanaf hebben.
En ik tel wel hoek C 2 tel ik erbij op. Ik tel er hoek C 1 bij op. En aan de andere kant hoek D 2. Min hoek B 1. Plus hoek D 1. Plus hoek B 1 2. Wat krijg je dan? Hoek A 1 2 min hoek A 2. Dat is hoek A 1. Hoek C 1 en hoek C 2. Dat is samen hoek C 1 2. Daarna aan de rechts hou ik over hoek B 2. En samengevoegd hoek D1, 2. Ik weet weer dat samen hoeken 360 graden zijn. Hoek C1, 2 plus hoek D1, 2 is 360 graden. Van de hoekensom van een vierhoek. En hieruit volgt dat hoek A1 plus hoek C1, 2 is natuurlijk hoek C. Samen 180 graden is. En hoek B2 plus hoek D1, 2 is samen ook 180 graden. Nou, hoek A1, als we alleen naar de vierhoek kijken, kun je dat natuurlijk ook hoek A noemen. Hoek C1, 2 is hoek C. Hoek B en hoek D. En ik heb het weer bewezen.